We gaan naar Luc en leuke, maar ook minder leuke dingen volgens mij. Zeker, zeker. Amerikaanse nieuwszender CNN heeft namelijk de hand weten te leggen op uren beeldmateriaal van het bloedbad in het winkelcentrum Westgate in Nairobi. Van die beelden hebben ze montage gemaakt om nou precies te laten zien wat er gebeurd is. CNN zegt dat dat eigenlijk de enige manier is om te bevatten wat er gebeurd is. Nou, wij hebben een kleine selectie gemaakt van die beelden. Let wel op, ook deze beelden kunnen schokkend zijn. Shoppers at Westgate Mall. This is the scene moments before the Al-Shabaab attack. Suddenly, men, women and children begin to run for their lives. This man on the floor thought he'd found safety. The security cameras spotted two other attackers making their way to the top parking lot, walking towards the children's cooking competition held there. Just beyond the camera's view, they opened fire. Nou, hebben we, voor de uitzending hebben we discussie gehad of we deze beelden moeten uitzenden of niet. Het is maar een heel klein gedeelte van wat er hier binnen is. Je ziet werkelijk alles gebeuren. Vinden jullie dat, want op bepaalde sites staan deze beelden wel gewoon wordt uitgezonden. Vinden jullie eigenlijk dat je dit moet uitzenden of niet? Ja, ik ben er altijd voor. Ik protesteer altijd als ik merk dat nieuwsrubrieken of actualiteitenrubrieken de harde werkelijkheid niet laten zien. Alsof dingen een soort van fair play zijn. En dat is het nou juist niet. En om het schokkende van oorlog en terreur te laten doordringen tot de gemeenschap, moet je het laten zien, denk ik. En dan heeft het de optimale werking. En alles wat je versluiert, wat je niet laat zien, ja, dringt minder door. Maar hier hebben wij een keuze gemaakt om bijvoorbeeld, je ziet daar dat die man wordt doodgeschoten, je ziet hem niet daadwerkelijk in beeld, dichtbij. Maar je hebt ook beelden waarbij je bijvoorbeeld kinderen ziet die worden neergeschoten. Kijk, wij hebben gezegd, dat gaan we niet doen. Dat past niet in het programma en het is vrij heftig. Maar vind je ook dat dat soort beelden moeten worden uitgezonden? Nou ja, kijk, je moet natuurlijk wel normale piëteit in acht nemen. Maar om te laten zien wat oorlog en terreur doen, ja, zal je af en toe ook slachtoffers moeten laten zien. Als je het hebt over zenuwgas, moet je wel laten zien wat dat teweeg brengt. Moet je wel bewijzen dat het zo is. En alles wat je, ja, wat je dan censureert, ja, kan ook tegen je werken dan. Maar het woord terrorist, daar zit al terror en angst in. Dus op het moment dat je het uitzendt, dan bereik je eigenlijk dat wat die terrorist wil. Namelijk angst zaaien. Ja, maar op het moment dat je dat dus niet gaat uitzenden, ja, dan weet je ook niet wat er precies speelt en aan de hand is. En wat voor gezicht terreur heeft. Het is een moeilijke afweging, maar ik ben er toch wel gewoon echt voor. Maar Vincent van Weij, jij vindt eigenlijk dat je dat niet moet doen, want het resultaat is al bereikt. Als journalist vind ik het wel, maar ik ben in december nog in die supermarkt geweest die we net zagen, omdat ik een weekje op vakantie was in Kenia. Nou, als ik iets later was gegaan, dan was ik daar misschien ook wel bij geweest. Hè? Dus ik kijk er iets anders naar. Maar als journalist vind ik wel dat je het moet laten zien, maar je moet inderdaad wel keuzes maken wat je laat zien en niet overdadig laten zien. En wat is nou voor jou de grens? Nou ja, die kinderen bijvoorbeeld zijn duidelijk een grens, ja. Oké. Luc? Yes, andere beelden, maar er is ook discussie over die beelden. Een spotje van het ministerie van Volksgezondheid over de donorweek, dat verdwijnt zo snel mogelijk van de televisie. De reclamecodecommissie oordeelt namelijk dat het spotje nodeloos kwetsend is en in strijd met de goede smaak. Wat is nou aan de hand? Een triatleet in het filmpje rent onder neervallende spoorbomen door. Ja, daar gaat het om. Het triatleet heet Wouter Duinesveld. Hij is ambassadeur voor de Donorweek. Hij heeft zelf ook een donorhart. We hebben hem gesproken, of in ieder geval zijn manager. Die willen nu nog niet inhoudelijk reageren, maar ze zeggen dat ze nu in overleg gaan met het ministerie en de reclamecodecommissie. De vakbond was trouwens boos. Daarom is er geklaagd, vakbond FNV Spoor. En er is slecht nieuws ook voor de fans van Glee. Die serie, musicalserie, wordt namelijk het laatste seizoen volgend seizoen. Het bedenker van de serie heeft gezegd dat ze ermee gaan stoppen. En dat komt door de dood van Cory Monte. Die heeft vorig jaar, afgelopen juli was het, een overdosis drugs en alcohol genomen. Minister Dijsselbloem staat op het punt van breken. In Den Haag zijn ze echt al dagen, weken aan het debatteren en aan het onderhandelen natuurlijk. Ze hebben nu dat akkoord, hè, het Paars plus God akkoord. Alleen een ander deel van de oppositie vindt dat dan weer helemaal niks. Nou, daar wordt hij helemaal chagrijnig van. En dan krijg je vragen over 50.000 extra banen. En ja, dan word je gewoon bloedje chagrijnig. Waar het mij om gaat, is dat er de afgelopen week mooie sier is gemaakt met 50.000 extra banen. Maar nu blijkt dat dus gewoon niet te kloppen. Wanneer zijn die banen er? Waarom heeft de minister van Financiën toen niet gewoon gezegd in 2040? Waarom wel, voorzitter? Ja.
Dat was niet zo'n goede buurt. Het goed nieuws, morgen begint het herfstreces. En gisteren was hier natuurlijk de top van de dancewereld aanwezig. Hè? Chucky was er, Armin van Buren was er. En daar zijn mensen natuurlijk door geïnspireerd geraakt. Zo ook deze jongen. Die krijgt de voetjes lekker van de vloer af. Alleen hij is inmiddels ook mikpunt van spot geworden op het internet. Want ik weet niet of je het ziet, Umberto. Er is iets aan de hand met zijn DJ-setje. Geen idee. Nee? Goed kijken. Niet aangesloten? Ja, hij is niet aangesloten. Hij staat daar met zijn twee fans een beetje voor niks te draaien. Zit er geen enkele stekker in. Arme jongen, arme jongen. Nou, ik kan wel goed playbacken, dus in ieder geval. Ja, zeker.